Ongeveer 250.000 mensen in Nederland hebben te kampen met dementie. De hoogste tijd dus om onze verzorgingstehuizen zo in te richten dat de zelfredzaamheid en waardigheid van onze ouderen behouden blijft. Een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners is daarbij een van de belangrijkste uitgangspunten. De Beleef TV laat jullie zien hoe dit bewerkstelligd kan worden. Een van de gevolgen van dementie kan zijn dat mensen dementie te weinig worden geprikkeld. Veelal zijn deze mensen niet meer in staat om zichzelf te activeren, dus om zelf te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Daarom is het belangrijk dat ze van buitenaf worden geprikkeld. Want gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat mensen wat dieper wegzakken in een dementie. Dat ze als het ware zich terugtrekken in hun eigen wereld. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop de hersenen van iemand met dementie kunnen worden geprikkeld. De rol van de begeleider is hier ook belangrijk in. Een van de middelen die zo'n begeleider kan gebruiken is het spelen van een interactief spel. Zo'n spel is hartstikke leuk om te doen en het prikkelt de geest en het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het doen van een spreekwoordenspel of het beluisteren van muziek uit de jeugd van de bewoner of het laten zien van beelden uit de jeugd van de bewoner of bijvoorbeeld het aanraken van het scherm zodat er een plaatje tevoorschijn komt. Mensen komen hierdoor ook weer meer in contact met elkaar en met anderen, dus met de buitenwereld. En dit zorgt ook voor een gezellige sfeer en voor verbondenheid. Het interactieve scherm biedt heel veel mogelijkheden voor de bewoners. Je kunt het zowel in een groep gebruiken als individueel. En het is ook prettig in gebruik. Het is echt een groot interactief scherm. Dus je kunt het aanraken, je kunt het kantelen en als speltafel gebruiken, maar ook als tv. Wat ook heel fijn is, is dat Verzorgingshuis Oostduin van Florence heeft mogen meedenken over de mogelijkheden van dit interactieve scherm. Kortom, het biedt voor ieder wat wils.